Spanning, omdat ze nu echt zo... Zo erg, echt. Goedemorgen allemaal, ik ben inmiddels weer wakker. Ik heb mijn outfit aan en ik ben helemaal klaar om er weer voor te gaan. Ik heb er super veel zin in en ik neem jullie het tweede deel van deze wedstrijd weer graag mee. Dus veel plezier met het kijken naar deze internationale wedstrijd in Lier. Zoals jullie misschien in deel 1 wel hebben kunnen zien, ging het eerste rondje met Inspiration en ik niet zo lekker. We kwamen gewoon elke keer niet perfect uit bij die grote hindernissen. En daarom heb ik heel vroeg, ik kon gewoon niet meer slapen, dus was ik heel vroeg opgestaan. Gisteravond tot laat heb ik een documentaire over Inspiration gehouden. En heb ik alle filmpjes van het afgelopen jaar al teruggekeken. En dat helpt mij gewoon heel erg om mijn goede focus weer te vinden. En gewoon de puntjes waar ik op moet letten. Want ik was even de weg kwijt en ik weet er gewoon even niet meer hoe het beter moest. En dat heb ik nu echt weer in mijn hoofd. En als je een goed en sterk plan hebt, ja, dan is de wedstrijd vaak ook veel gemakkelijker. Wij zitten nu lekker aan het ontbijt. En zo ga ik mijn jasje aandoen. En dan gaan we snel parcours lopen. Alleen, ik had net een ongelukje met de Krusli. Maar dat ruimen we zo even op. We zijn inmiddels in de ring het parcours aan het lopen. En het staat zo dik gebouwd. Zeg niet normaal. De hindernissen zijn zo huge. You're like a circle that floats around me. Keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Net uit de ring en het ging alweer beter dan vrijdag, dus ik ben eigenlijk echt super blij met ons rondje, of donderdag trouwens, dus ik ben eigenlijk heel blij met het rondje. Ik had nog steeds 3 balken, dus dat is natuurlijk niet goed, dat weet ik, alleen ik ben gewoon blij hoe die aanpakte, want hij kan er echt over, hij springt fantastisch. En ja, met mijn afstanden, het zijn 12 hindernissen en ik reed 3 niet goed, dus de rest reed ik allemaal goed. En die 3 die ik niet goed reed, dan doe ik heel erg duwen, want dan zie ik zo'n okser staan en dan denk ik, ja, nou moet je toch B geven, anders dan redt hij het niet. Maar juist zodat ik B geef, duw ik hem naar voren en dan patst hij de eerste ervan af. Dus dan moet ik gewoon leren dat ik gewoon stil blijf zitten. En net als je afzet, dat je dan B geeft. Dus ik was mezelf tijdens het rondje al aan het verbeteren. En zo leer je gewoon heel veel. Dus de eerste dag toen ik een balk had, was ik eigenlijk een beetje van slag. Want toen kreeg ik nog een balk en nog een balk. En toen dacht ik, ja, dan gaat het helemaal slecht. En toen ging ik juist alleen maar slechter rijden. En nu ging ik ook echt dachten, oké, dan moet ik dat verbeteren. Dus nu was ik echt bewuster aan het rijden. En het ging alweer een stukje beter. Dus er is nog veel te leren, nog veel te verbeteren. Maar we gaan een klein stapje vooruit. Inmiddels zijn we Lucifer aan het wassen, want hij moet natuurlijk wel echt wit zijn voor straks. En hij was weer een beetje vies geworden. Dus even een clean doen en dan kan hij weer terug met een dekentje opstouwen. Ja, en gaan we een rondje wandelen? We gaan een rondje wandelen. Dit is Lucifer's ochtendwandeling. En vandaag is Lucifer's allerlaatste dag van zijn eerste internationale springwedstrijd. Dus we hopen nog één keer eventjes samen het te doen. Maar ik voel wel een beetje spanning, omdat het nu echt zo is dat we het al een beetje hebben bewezen dat wij het kunnen. En dan gaat iedereen dat nu ook verwachten. Dus ik voel een beetje, zo moet je niet denken. Je moet gewoon echt voor jezelf rijden. Maar ja, je voelt dan nu wel wat ietsje meer druk of zo, omdat je weet dat het erin zit. Dus ja, maar goed, we moeten echt gewoon, als ik zenuwachtig word, dan wordt hij helemaal zenuwachtig. Dus ik moet echt gewoon relaxen en gewoon lekker voor mezelf nog een goed rondje proberen neer te zetten. I don't know who you are, I don't know what you've been through.
Inmiddels zijn wij op stal en voor de laatste keer, nou ja, laatste keer deze wedstrijd Lucifer aan het opzalen. En gaan wij voor de start in de zesjarige competitie. En mama is er ook weer bij om te groomen en te coachen. Dus gaan we wel met vertrouwen heen. We can write our own ending this time. I wanna say no, but I cannot lie. I'm so curious about your life, but you're a stranger trying to hide. What I see is not you, don't deny. I wanna see the rest of you tonight. Some of you and only one is for real. You spin me around and you make me Lucifer. Christine Stephans van Nederland. Zo, er zijn Lucifer en ik weer. Nou, ik ben eraf gepleurd. Oh, ik vind het zo erg. Echt, Lucifer was zo voorzichtig. En ja, ik dacht, weet je, je bent nu op zo'n internationale wedstrijd. Je moet er gewoon voor gaan. En ik dacht, ik ga er gewoon voor. En ik werd gewoon iets te fanatiek. En dan, ja, dan draai ik al. En dan, weet je, hij redde mij fantastisch in die dubbel. Want daar kwam ik niet goed in. Maar Lucifer heeft gewoon, dit is een klein paardje. En dan heb je niks voor je. En ja, ik draaide gewoon na die dubbel. Want ik zat een beetje uit balans, maar ik dacht gewoon gelijk focus op de volgende. Ik vind zo wel mijn balans en ik draai alvast. Maar ja, als je uit balans zit en je gaat dan zo kort draaien. Ik had even een moment, ja, mezelf in balans moeten zetten en dan draaien. Maar ik dacht gewoon naar die volgende hindernis. Alleen ja, ik kon niet uitzitten en toen viel ik eraf. Dus ja, gewoon echt heel stom. Oh, ik ben wel echt verdrietig, man, want ik was zo snel en ik... Ja, ik voelde echt dat hier wel echt een overwinning aan had kunnen zitten komen. Dus ik ben heel verdrietig en ja, ik heb gewoon mijn kans verpest en internationaal is al duur genoeg allemaal en dan moet je niet zo omgaan met je kans en ja, ik heb het echt verpest. Maar ja, ik heb er wel voor gegaan. Ik had ook op safe kunnen gaan en dan was ik sowieso blijven zitten en waarschijnlijk foutloos, want hij sprong abnormaal. Maar ja, ik ben gewoon iemand, ik denk ja, of ik ga ervoor of ik verpest het en vandaag... was het laatste. Ja, ik ben heel verdrietig. Oh, ik baal gewoon echt. Het is echt... Vallen is echt het ergste wat je kan overkomen op zo'n wedstrijd. Terug naar het springen en gaan we natuurlijk de anderen wel gewoon aanmoedigen en kijken. Het was jammer. Het was geprobeerd. Maar ik heb het inmiddels gewoon weer kunnen accepteren. Want ja, het is gewoon... ik ben er wel voor gegaan. Dus ik kan het zelf niet zeggen. Ja, je hebt het niet geprobeerd. Alleen vond ik er wel even blijven zitten, Christy. Dus ik zal er nog echt even van balen. Want ja, ik zat echt dicht tegen een overwinning aan. Dus dat is heel jammer. Maar goed, dat hoort erbij. Inspiration en Lucifer. Lucifer is wel echt super moe. Want ja, het waren wel 3 flinke dagen voor zo'n 6-jarige. Dus het is goed dat het voor hem nu klaar is. Dat hij lekker kan uitrusten. Maar Inspiration heeft nog genoeg energie. Wow. Maar dat is alleen maar goed, want ik mag morgen nog een keertje. En morgen... Jongens, dit wordt echt... Ik vind het echt niet grappig. Maar ik kreeg dus vandaag te horen, dat wist ik helemaal niet, dat Tweester dan de laatste dag 1.35-1.40 staat. 1.40. Zie jij ons over 1.40 gaan? Nou, ik niet. Dus ik ben echt heel erg zenuwachtig. En ja, ik vind het morgen denk ik echt doodeng. Want ja, 1.40, jongens, dat is echt... Dat wordt gewoon mijn nieuwe record. En normaal doe je dat op training oefenen. En, ja, ik heb wel eens een keer hoog gesprongen. Maar het wordt gewoon een nieuw record en dan in een wedstrijdring.
Ik weet het allemaal niet over inspiration. Ga je ook niet. Maar we gaan gewoon ons best doen. En meer kunnen we niet doen. En we rijden er maar wel. En we gaan maar wel van start. En we kijken hoe ver we komen. Oké? Okay? Ja, zo moet je erin staan, vriend. No stress, no stress. Baasjes stressen hem ook niet. Baasjes volkomen rustig. Ik ga zo stuk om dit paard. Ik vind het echt zo'n grappig paard. Hij laat me zo lachen. Dat is echt niet normaal. Maar hij wil heel tijd bijten. Dat is puppygedrag. Alleen dat moet ik afleren. Alleen ik vind het hem eigenlijk te lief. Hij heeft het zo goed gedaan vandaag. Dus dan wil ik hem niet tikken. Nee. Puppy. Het leuke is dat je alle rondjes terug kan kijken op Clip My Horse. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En het allervetste om te zien is dat gewoon zoveel goede ruiters doen mee. En ik was de enigste die voorlangs draaide naar de dubbel. Dus dat is natuurlijk super vet. Maar het nauw is dat ik daardoor ook te zien kreeg dat ik gewoon... Ja, ik moest nog maar twee hindernissen daarna. Dat was een mooi recht lijntje. En dat ik gewoon voor op mijn tijd zat. Dus dat ik gewoon 2 seconden sneller was. Dus dat was wel ja, super vet. Wat ik wel ook heb geleerd en misschien leuk om te delen is dat ik vroeger, als ik dan zo'n tegenslag had, dat ik, ja, echt, dat ik het echt even heel rot voelde na zo'n rondje. Dat ik vroeger ook echt wel in mijn bed uren kon huilen. En dat ik echt even niemand wilde. Maar dat je op een gegeven moment ook wel leert omgaan met een tegenslag. Dat heeft gewoon tijd nodig. En je moet het vaak meemaken. Maar nu ben ik ook zo van, ja, het is, ik baal. Echt intens. En dat is vaak een half uur. Heel erg. Dan nog een half uur dat ik eigenlijk denk van waarom? Dan nog een half uur dat ik opa bel, mama, papa bespreek. En dat ze mij weer motivatie geven. En dan is het vaak over. En dan kan ik me ook wel gewoon weer ja, ermee dealen. En dan kan ik het heel goed accepteren. En ja, ik heb nu alweer met mijn hoofd de focus op inspiration. Want die moet morgen nog in dat mega parcours. Dus ja, ik leer er wel steeds beter mee omgaan. En je leert er ook gewoon de knop omzetten. Want dat is in topsport heel, heel, heel vaak nodig. De lunch aan het maken voor de paarden. Ze hebben net een super lief brok gekregen, sportbrok. En dan doen we er altijd nog dit bij, dat ze alle vitamines goed binnenkrijgen. Zo, en dan gaan we ze lekker verwennen. En dan gaan we daarna weer een stukje wandelen, zodat ze ja, lekker erop uit kunnen. Lekker rustig. Krijg je lunch zo. Oh, oh, oh. Het werkt er gewoon achter. Zo, smakelijk eten. Oh, lekker! Aanvallen! Het besef dat we dit hadden kunnen winnen is dan toch wel heel erg hard. Maar wie weet staan we ooit nog zo te shinen met die gave sjerp op. Lekker avondeten met super uitzicht. Wauw! The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive. I love being by your side. It makes me shine. Je bent vast heel tevreden. Met SK ben ik eigenlijk altijd wel tevreden. Wat een heel sympathiek paard. En ik kan hem heel veel vergeven, laat ik het zo zeggen. Ja, oh, gaaf hoor. Het is super vet, want ik heb zojuist Harry Smolders live zien rijden. En nu zijn we even op stal, mochten we meekomen kijken. En ik heb een hele belangrijke vraag en die ga ik hem nu stellen. Wat ik super vet vind is dat, ja, je bent eigenlijk ook heel erg lang en nog ook best een klein paard. Maar jij zit echt super in balans. En daar heb ik dan moeite mee als ik een beetje barrage wil rijden. Heb je voor mij een tip hoe je... Op beide pedels evenveel steun en dan komt het allemaal goed. Ja, ja, dat probeer ik, maar dat is makkelijker gezegd. Ja, ja. Ik dacht, je traint even dat door ervaring natuurlijk. Maar, ja, ja, zeker door ervaring. Maar ja, ook door het veel te doen natuurlijk. Ja, we rijden heel veel paarden elke dag. En, ja. Jarenlange ervaring en dan komt dat. Ja, gezellig. Precies. Ja, nou gaaf hoor, super gaaf. En voor Escape, wat zijn nu de doelen voor dit jaar? Dat is een hele gaaf wedstrijden rijden, denk ik. Ja, ja, het is jammer dat er natuurlijk nu zoveel wedstrijden af zijn gelast, want ik had graag zeg maar mee naar Mechelen, Basel, Amsterdam, Bordeaux genomen. Ja. Nu moeten we even een paar 2 sterren doen en hopelijk gaat binnenkort weer alles open en hopelijk kan hij van de zomer alle grote concoursen doen. Gaaf. Nou, onwijs veel succes en bedankt voor je tijd. Alsjeblieft. Dankjewel.
merk dat Lucifer wel echt moe is na die 3 dagen. Inspiration heeft nog veel energie, dus dat is een goed teken voor morgen. En dan gaan we morgenochtend de allerlaatste proef rijden. Een hele, hele, hele dikke. Maar dan kunnen we daarna wel lekker naar huis. En dan hebben we toch nog een super leerzaam vooral, maar ook wel een succesvol weekje gehad. Goedemorgen allemaal. Ik ben inmiddels wakker voor de laatste dag. Ik eet nu een banaan omdat ik meer gewoon niet opkreeg. Het is niet normaal eens slopend en spannend. En ik zie dat er een hele dikke proef staat. Dus we gaan het nu lopen. Dit is een hele gave hengst voor de moment. En daar heeft opa nu ook mee gedekt. Dus daar hebben wij een super gave nakomeling van. En nu zien we voor de moment live in de ring. Kunnen we even afkijken hoe het moet. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Uit de ring en hij pakte echt grandioos aan. Dit paard kan echt overhuizen. Maar dit keer hadden we 1 balkje in het 1.35-1.40. Dat is toch gewoon niet normaal. Ik ben zo onwijs trots op hem. Hij maakt me zo trots deze wedstrijd. En gewoon elke ronde zijn we gewoon beter geworden. Van 4 balken of zo naar 3 balken naar 1 balk. En ja, wie weet wat de komende wedstrijden gaat brengen. Dus ik ben zo erg aan het... Kom, we gaan naar je stalletje, naar Lucifer. Ik ben zo erg aan het leren en aan het ontwikkelen. En vandaag ging het gewoon echt al een stuk beter. En gaf het me echt een topgevoel. Dus 1 balkje waar ik net dichtkwam. Maar de rest was super. Echt zo trots, zo trots. Als je zo'n kampioen bent, dan verdien je een super wortel. Inspiration. Oh, je had er al stiekem meegepakt. Hierzo. Heb je verdiend, maatje. Ik ben trots op jou. Lekkere broodjes gehaald, dat hebben we wel verdiend na het rijden. En ja, nu lekker even eten en andere rubrieken nog kijken. Inmiddels heb ik de paardjes van stal gehaald en ze zien de vrachtwagen al klaarstaan. Dus ze weten dat ze naar huis mogen. Oh, lekker. Het zit erop, jongens. En jullie hebben het fantastisch gedaan. Jullie mega bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je het naar je zin hebt gehad. Lucifer was echt, ja, heeft me echt verbaasd. Maar Inspiration ook. Ik wist niet dat hij zo hoog kon springen. Ik heb veel geleerd dit weekend. En ik ben heel blij met mijn paarden. En dat ik mezelf zo aan het ontwikkelen ben. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Bedankt voor het... Oh, iemand wil naar huis. Bedankt voor het kijken. Doei!